Goedendag, ik ben Peter Arkebout van Jaren Benelux. Binnen Jaren Benelux ben ik verantwoordelijk voor de, de marketing. En Vandaag geef ik een presentatie over uh, stikstofbemesting in wintertarwe. Daarbij kijken we naar de volgende onderwerpen. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste fasen voor stikstofafname uh, bij wintertarwe? Uh, wat zijn de effecten van een late stikstofgift? Uh, wat is het effect van zwavel op opbrengst en kwaliteit? En uh, welke aanbevelingen hebben wij rondom Yara, Bela, Sofam? Als eerste kijken we naar wat zijn eigenlijk de belangrijkste fase van uh, de opname van stikstof. Uh, hier in deze grafiek staat op de I-as de stikstofopname en op de X-as staan de verschillende groeistadia. Uh, dus de uitstoeling, vlagbadfase en uh, de aanvorming. De meeste stikstof wordt eigenlijk opgenomen tijdens de uitstoelingsfase en dat is ook wel belangrijk, want hoe meer uitstoeling, hoe meer aarde en hoe meer opbrengst er uiteindelijk is. En dat kan wel oplopen tot uh, 4 tot 6 kilogram uh, stikstof per dag wordt, wordt opgenomen. Daarnaast is natuurlijk uh, tijdens de aardvorming en de korrelvulling uh, wordt er veel stikstof opgenomen uh, en daar wordt eigenlijk uh, 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 het zetmeel en uh, de eiwit opgeslagen. In deze grafiek zien we eigenlijk dat uh, stikstofopname eigenlijk bepalend is voor de totale opbrengst. En dat klinkt logisch, maar het is goed om dat eens wat nader te bekijken. Uh, op de y-as zien we weer uh, de opbrengst en op de x-as zien we nu de opname van stikstof in kilogram per hectare. En er is een duidelijk verband tussen hoe meer stikstof er opgenomen wordt, hoe meer opbrengst er is. In dit geval hebben we de opbrengst uitgedrukt in, uh, in uh, geld, in euro's. En als je kijkt naar uh, de rechtscoëfficiënt van uh, de lijn, dan wordt er per, kilogram, of per 10 kilogram stikstof wordt er, uh, voor 50 hectare geproduceerd. En hierbij zijn we uitgegaan van een, een graanprijs van 150 euro uh, per 100 kilogram uh, tarwe. Dus. Het is echt ontzettend belangrijk om goed te kijken hoeveel stikstof wordt er dan eigenlijk opgenomen en hoe kunnen we dat optimaliseren. Ik zal de plaatjes vast laten zien op deze slide. Um, wat heel belangrijk is om te zorgen voor een goede opname is te kijken van nou wat is eigenlijk de timing van, van de bemesting en wat voor effect heeft die timing. Um, je kan uh, een vroege ge gift geven, maar ook wat latere gift. Uh, in deze grafieken zijn verschillende dingen te zien. Um, ten eerste uh, de hoeveelheid stikstof. We hebben van 0, 30, 60 en 90 uh, kilogram stikstof per hectare uh, voor een later gift. Um, en de, de blauwe balkjes geven aan uh, in het groeistuin 37, 39. Dus dat is uh, tegen uh, zichtbaarheid van het vlagblad is dat. Um, en een wat latere gift, dat is op het moment dat de aard uh, zichtbaar wordt. Dat is bij een groeistaal een BBCH van 51 tot 59. Um, wat je hier goed kan zien is op het moment dat je een vroege gift uh, geeft, dat je enorme invloed hebt op de, uh, op de opbrengst. Een latergift daarentegen heeft weinig invloed meer op de opbrengst en uh, geeft vooral een effect op het eiwitgehalte. Uh, in het linkerplaatje kunt u zien dat met name een, een, een verhoging van de gift weinig effect heeft, dat er een duidelijke optimum is. Dus het is niet zo dat meer stikstof meer opbrengst geeft, de timing is vele malen belangrijker uh, dan de hoeveelheid. In dit geval hebben, uh, is een 60 kg in een latergift uh, meer dan voldoende. Nou, een gevleugelde uitspraak is: meet is weten. Uh, dus uh, los van de planning en alle uh, proeven is meet in het veld belangrijk. Uh, vanuit jaar hebben we allerlei uh, tools uh, die daarbij kunnen helpen. Zoals een N-testen, waarbij je aan het vlagblad meet wat het uh, gehalte aan bladgroen is. We gebruiken de Jaren N-sensor. Nou, mocht u dat soort uh, tools ter beschikking hebben of, of andere manieren om de actuele situatie te meten, is dat altijd aan te bevelen. Dus om stikstofgift te optimaliseren, uh, uh, is vooral te kijken van nou, uh, wat is de gewasdichtheid bij aanvang en, en daar de gift af te stemmen. Uh, de soorten meststof, nitraatmeststoffen uh, zijn snel opneembaar. Uh, Uitsprongsgevoeligheid is er ook, dus timing is daar ontzettend belangrijk. En uh, wat we het nog niet genoemd hebben, maar wel belangrijk is, naast de NPK's, dus de makernutriënten, is er goed te kijken van zijn er nog andere uh, nutriënten. Uh, waar ik aandacht aan moet besteden, dus de micronutriënten. Want uh, de stikstof kan optimaal gegeven worden. Als er uh, andere uh, zaken missen, zoals magnesium of, of andere uh, micronutriënten, dan kan toch dat de opbrengst tegenvallen. Voor een hoog eiwitgehalte uh, is het vooral te kijken naar een, een latere gift. Of dat in Nederland en België altijd van toepassing is, toepassing is. Dat valt te betwijfelen, maar het kan interessant zijn om daarnaar te kijken. Naast het timing van stikstof is het ook belangrijk te kijken naar zwavel. Uh, zwavel is echt een essentieel onderdeel, zowel voor de eiwitvorming als voor de opname van stikstof. Um, de zwavelbehoefte wordt voor de helft gedekt vanuit de plant zelf, maar ook tijdens de groei uh, moet de plant zwavel op kunnen nemen uit, uh, uit de bodem. Uh, en daarvoor is een goede zwavelbeschikbaarheid tijdens het groeiseizoen uh, van essentieel belang. Uh, ook hier weer een grafiek uh, hoe de opname verloopt. Uh, hier op de, de i-as de stikstofopname in kilogram per hectare. En op de x-as de, de zwavelopname. En ook hier is een heel duidelijk evenredig verband tussen uh, de opname van beide elementen. Uh, dus als de zwavelopname wat laag is, dan zal de stikstofopname ook laag zijn. En eerder heb ik in dit verhaal vertelt dat de stikstofopname, stikstofopname uh, belangrijk is voor een goede opbrengstkwaliteit en daarmee de zwavelopname ook. En we zien hier duidelijk hoe dat verband in elkaar zit. Um, deze cijfers komen uit Duitsland en in de afgelopen zes jaar bleek 40% van de graanmonsters die daar genomen zijn een zwaveltekort te hebben. Uh, nou, deze presentatie zullen we niet erop ingaan hoe zwaveltekort precies ontstaat. Uh, maar de afgelopen jaren wordt dat belangrijker en belangrijker. Dus het is ook goed om vanuit de, de bodemanalyses te kijken van nou, wat is de beschikbaarheid van zwavel. En los van de beschikbaarheid van zwavel in een bodem is het ook goed kijken naar de omstandigheden. Uh, koud weer bijvoorbeeld maakt dat de zwavel minder goed beschikbaar is. Um in dit geval uh, staat, uh, staat links de, de, de relatieve opbrengst. Uh, en we hebben gekeken naar een, een wat latere uh, stikstof zwavelgift En daarin zien we een, een duidelijk effect uh, bij een vroege gift op de opbrengst. En wat latere gift, uh, eh, dat is het groene balkje, uh, was er een duidelijk minder effect op de opbrengst. Helemaal links staat als je niks geeft, dan blijft de opbrengst uh, gelijk natuurlijk. Uh, en blauw geeft aan uh, wat de vroege gift uh, was. Dus vroege gift geeft veel opbrengst of meer opbrengst. Um, een late gift, dan zie je eigenlijk het andersom. Uh, dus is dat blauwe balkje lager en dan zie je met 12 ,1 dat met 12,1% dat het eiwitgehalte wat achterblijft ten opzichte van het groene balkje. Uh, waarbij uh, een late gift een duidelijke effect is op, de, uh, op het eiwitgehalte en dus kwaliteit. Dat is hier te zien. Daarnaast heb je ook het effect op, uh, van zwavel. Uh, links staat de balk uh, met eiwitgehalte met alleen kas, dus de derde gift met kalkomonselpeter. Uh, en de derde gift staat uh, rechts met uh, sulfan, dat is kalkomonselpeter met zwavel. En ook daar zie je het duidelijk effect van zwavel. Een hoge eiwitgehalte heeft. Nog meer uh, resultaten. Um, wat we hier laten zien is dat er een duidelijk effect is van, uh, van zwavel op met name uh, opbrengst. Uh, links staat de opbrengst in uh, tonnen per hectare, en uh, ja, de, op de X-as staan de verschillende behandelingen, de verschillende uh, strategieën. Uh, bij geen bemesting heb je bijvoorbeeld een opbrengst rond de 5 ton. Uh, vervolgens staat er uh, drie keer uh, kalkomolsel op beten. Nou, dat heeft natuurlijk een groot effect. Uh, vervolgens stikstof uh, met zwavel, sulfan en nog twee keer kas. Dat zijn erbij, dat is sulfan, nitremag en nog een keer niet mag. Uh, de strategie, sulfan, nitremag, sulfan. Dus het is zwavel, kas en nog een keer uh, kas, zwavel. En een strategie met, uh, met ureum. Om bij die laatste te beginnen, uh, je ziet dat de behandeling met ureum een duidelijk lagere opbrengst heeft dan de uh, uh, behandelingen met, uh, met nitraat. Uh, dus uiteindelijk uh, is er een duidelijk positief effect van ammoniumnitraat ten opzichte van ureum. Um, het andere effect wat we hier zien is het effect van zwavel. De behandelingen met zwavel uh, die geven ook een duidelijker, hoger uh, resultaat dan uh, alleen met kalkemols Nou, Het zal u niet verbazen dat wij vanuit Jara uh, toch uh, gaan voor Jara-bele uh, sulfan. Um, en de redenen hebben we net uitgelegd. Uh, het gaat uh, om het nitraatstukstof wat erin zit wat een snel effect heeft. Met een goede timing levert dat een, een goede opbrengst en kan leiden tot uh, meer eiwit. Daarnaast uh, zit er een optimale verhouding uh, zwavel in, SO3, uh, wat ook een positief effect geeft op de opbrengst, met name dus uh, stikstof-efficiëntie en uh, de kwaliteit, het eiwitgehalte. Nog uh, kort samengevat, waar moet u op letten bij een uh, late uh, stikstofgift in tarwe? Uh, uh, een wat vroeger moment gekozen, dus bij uh, groeistalem 37-42 uh, rond het vlagbad. Uh, dat geeft een effect op de opbrengst. Uh, vlak voordat de A zichtbaar wordt, dus bij een uh, groeistalem van 49-59, uh, heeft het een effect op het eiwitgehalte. Uh, daarnaast moet er goed gekeken worden naar de zwavelbehoeften. Uh, Vooral tijdens de korrelvorming, uh, uh, wat een hoge eiwitgehalte geeft. Maar zwavel heeft ook een duidelijk effect in het begin van het groeiseizoen... waar met name uh, naar stikstofefficiëntie gekeken wordt, omdat zwavel vanuit de bodem op dat moment minder goed beschikbaar is. Naast uh, het stikstof- en zwavelverhaal is het ook zaak om te kijken naar andere nutriënten. En wij adviseren daarom ook om uh, een blad met stof uh, gedurende het seizoen te spuiten en u kunt daarbij denken aan Yara Vita Gramitrol of Yara Vita Multitrol. Uiteindelijk haalt u hiermee ook tijdens moeilijke perioden, bijvoorbeeld droogte of uh, herbicidestress uh, hogere opbrengsten. Bedankt voor het luisteren uh, en kijken naar deze presentatie. Heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar yarabenelux@yara.com.